Yes, Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden ABR 223. Dit is natuurlijk de tactical rifle die wij op dit moment goud moeten halen. En we hebben op dit moment 9 van de 100 headshots. Dus we hebben nog best wel een lange weg te gaan. Maar we hebben nu wel attachments op ons wapen staan. Want die hebben we natuurlijk vrijgespeeld. Namelijk de reflex sight voor een wat beter richtpuntje. De quick draw om sneller te kunnen inzoomen. De stok om ingezoomd heen en weer te kunnen manoeuvreren. En de extended mag zodat we net eventjes iets meer kogels hebben. En ook net eventjes iets langer kunnen doorschieten voordat we moeten reloaden. Want er kan natuurlijk geen fast mags op dit wapen. Dus hij reloadt redelijk langzaam. En die extended mags helpt erbij zodat we gewoon meer vijanden kunnen killen. Zonder te moeten reloaden, omdat die reload best wel lang duurt. Maar we gaan vandaag even kijken hoeveel headshots we kunnen halen. Dat vind ik dit nog leuk. Rammen natuurlijk zoals keihard op lijn op zak. Super, super dope vinden. Sowieso natuurlijk bedenkt ook allemaal voor de support. Vergeet ook te abonneren voor meer. En op naar het eerste potje. We zijn in het potje gekomen op de map Firing Range. Zoals je kan zien, ik span net in, vriend. Even rustig aan, jij, hè, jongen. Ik span letterlijk net in. Maar we moeten natuurlijk op die hoofdjes gaan richten. Dus ik hoop dat alles goed gaat, zonder problemen. En we niet doodgaan zoals we nu dus wel gaan. Maar we doen gewoon zoals altijd natuurlijk onze best. En meer kunnen we ook niet doen. Dan loopt daar een sniper buiten. Ik ga mijn teammate denk ik wel. Teammate, komt die? Nee, dan moet je hem niet killen. Oh, les. Headshotje erbij. Dat is heerlijk. En dan spannen ze nu daarin. Ik moet oppassen voor die snipergast, want die kan best wel gevaarlijk zijn. Plus ze spannen nu achter me. En iemand gebruikt een L-sat met operator mod erop. Dus gaat je hele beeld zo heen en weer. Wat echt vervelend is. Dat is niet normaal. Maar je ziet het, dit wapen is eigenlijk, als je er zo naar kijkt, nog best wel heel erg fijn om te gebruiken. Het is misschien wel een tactical rifle, maar hij voelt niet bepaald als een tactical rifle aan. Hij voelt meer gewoon aan als een assault rifle die beursrondes afschiet. En that's it. That's it. Dus hij speelt echt heel erg fijn. Maar je moet er puur gewoon eventjes aan zien te wennen. Plus, ik moet natuurlijk wel meer op die hoofdschoten. Oftewel die headshots gaan mikken. Want dat lukt me nog niet echt heel, heel erg lekker. Hij rent weer weg, die vijand. Oh, dat vind ik altijd zo vervelend, hè. Dan weet je dat hij er zit. Maar dan kan je er gewoon net niet op af. Oké, ik heb er 2. Ik weet niet waar die andere gast naartoe is. Eentje liep nog naar links. Die had ik ook gehit. Uh-oh. Ik heb hem niet gestunt. Ik heb wel iemand anders gestunt, zo te zien. Headshot, dank u. Waar is die andere gast? Er liep er hier nog een. Zit hij boven? Zit hij boven? Hij zit boven. Daar is hij, dankjewel. Ik wist dat hij er nog zat, dus ik speelde heel veel rustig uit. En dat ging op die manier nog goed ook, zoals je zelf ook wel zag. Dankjewel dat je rustig even op die matchmate gaat schieten. Geen probleem, jongen. Dankjewel daarvoor. Headshot erbij, let's go. En in mijn rug. Oh, dat was de L-Sat camper. Hij zat er nog steeds. Hij zit achter die auto. Wacht. Ik kan hem pakken. Ik kan hem pakken. Daar komt de camper. Jammer, jongen. Zo, sorry. Ik moet het altijd even doen. Ik kan er niet zo tegen als mensen echt stil gaan zitten. En ja, deze L-Sat man. Die heeft dat nu ook geleerd. Riot shield erbij pakken, want hij zit hier binnen. Teammate, pak hem. Lekker, jongen. Ik moet ze altijd even killen als ze ergens binnen zitten, zoals je zelf ook wel ziet. Ik kan het gewoon nooit laten, maar ik doe mijn rijshield wel weer weg. Want hij zit er nog steeds! Hij zit er alweer! Nee! Ik dacht, ik doe mijn rijshield weg, want dan kan ik weer voor die headshots gaan. Maar die Elzat-gast zat er nog steeds, hè? Oh, dat is wel echt een vieze rik. Eerlijk is eerlijk. Ik had hem gekild en hij is gewoon weer opnieuw gaan zitten, hè? In onze rug, teammate. Oh-oh. Die heb ik. Ah, man, kom op, vriend. Kom op. Je hebt nog zo'n stomme thermal sight erop ook, joh. En er zit er hier ook weer een te camp. Ik weet niet wat ze op hebben vandaag. Maar ik weet wel dat ik weer een headshot erbij heb. En daar gaat het om. Het maakt me eigenlijk niet uit als ik dood ga of zo. Het gaat puur natuurlijk voor mij om die headshots. En daar is er weer eentje binnen. En de rest, dat is allemaal een bijzaak, joh. Als zij willen camperen, moeten ze dat lekker doen, joh. Geen probleem voor mij. Zolang ik natuurlijk maar wel mijn headshots maak. Sorry teammate, maar ik pak hem even voor je. Zolang ik mijn headshot krijg... Hij staat er nog steeds! Nee! Dat vind ik het beste, maar kom op vriend! Wat ben jij voor speler dan, ouwe? Ik kan er nooit bij gewoon. Hoe kan je zo lang gewoon ergens blijven zitten? Oeh, ik probeerde op zijn hoofd te richten. Ging niet helemaal goed. Hij zit hier weer hoor. Hij zit hier ergens te campen. Hij zit daarin! Nee! Waarom red ik ook steeds op hem af? Ik ga het gewoon weer doen. I don't care. Ik geef hem wel kills. Hij is level 90, hè? Moet je nagaan, hij is al master precies level 90. En nog blijft hij campen, jongen. Oh, dan ben je wel dedicated aan
Een beetje stilzitten, ja. RCXD operating. Oké, hierboven zit sowieso iemand. Dat is een E6. Nou ja, hij loopt voor me weg. Dat is jammer. Hij is voor me weggelopen. Dat is jammer, want anders was het een makkelijke headshot geweest. Omdat hij daar zat te campen. Maar dat is helaas niet doorgegaan nu. Sorry vriend, nu heb ik je in je rug gepakt. En thanks voor de headshot, dankjewel. Ik ging er puur gewoon even voor dat prachtige hoofdje. Dan hebben we nu ook weer een nieuwe camo erbij namelijk. Oh, dat is weer die gast! Nee! Hij stond er alweer, jongen. God damn it! Serieus, bro? Kan je niet gewoon spelen zoals ieder ander speelt? En daar bedoel ik mee... Oh, headshot. Gewoon rondlopen. Ik dacht dat er hier nog één boven zat. Ik wil voor de zekerheid even checken. Nee, oké. Okay. Als ik hem niet check en hij zit er wel, dan ben ik boos op mezelf. Dus ik moest het boven even checken. Oké, let op. De camper zit hier. Oké, dus weer een headshot. We krijgen veel headshots, joh. Puck zit er helaas wel bijna op. Ik moet die camper nog killen, hoor. Ja, ik heb hem! Yes! Woehoe! We hebben hem nog! Yes! Oh, wat een mannetjes. 33-9 is mijn eindscore. Nou, het maakt me niet uit dat we 9 deaths hebben. Maar, oh, wat een mannetjes, joh. Ze zaten er gewoon elke keer weer opnieuw. En niet bewegen, maar gewoon stil blijven zitten. Joh. Gewoon stil blijven zitten. We hebben ook nog eens de killcam. Een aantal headshots erbij. We gaan heel veel checken hoeveel dat er waren. En dan gaan we natuurlijk ook meteen weer door naar het tweede potje. Dus kom maar op. Game nummer 2 gaat van start op de map Militia. We hadden in het vorige potje 10 headshots weten te pakken. Dus dat is natuurlijk een heel erg mooi aantal. Dat is super, super fijn. Maar de map Militia vind ik altijd een redelijk lastige map. Want je weet niet waar de enemies naartoe gaan. Je weet niet of ze ergens in een hoekje zitten natuurlijk. Plus het begin. Ik loop altijd via die kerk. Maar ja, je ziet het. Er komt er eentje naar binnen. Ik dacht ook, hoor hem. Ik loop altijd via de kerk, maar alsnog ben ik altijd wel een beetje bang om die kerk in te gaan. Want je weet namelijk niet wanneer de enemies naar binnen komen rennen. En die komen altijd hier naar binnen rennen, kan ik je garanderen. Oké, Nightmare naar buiten gooien, dan kan ik een makkelijk headshot maken. Oh, nevermind, ik heb niemand gestunt gewoon. Dan lopen ze denk ik om. Ja, let's go, lekker bezig. En dat is eigenlijk mijn doel altijd op deze map om gewoon zo snel mogelijk een UAV te halen. Woe! Want dan weet je natuurlijk waar die vijanden vandaan komen. Oei, joh, dat scheelde niet veel, jongen. Of ik was daar dood. Pas op die meet, want ze staan daar te campen, jongen. Ik heb een knijterhard gehit. Oh, dat is een MX-9 die me killt? Oh! Oh! Oh, dat was een hele goede longshot van je dan, vriend. Er zit eentje in het middelste gebouwtje. Helaas was dat geen headshot. Maar... ik ga niet naar binnen, want er ligt een mesh. Mijn teammate niet naar binnen! Nee! Oké, ze leven nog. Ik vertrouw die meshwijs nooit, jongen. Jullie weten het. Oké, headshot. Dat was een clean headshotje. Ik durf nooit gewoon ergens naar binnen te lopen als ik het geluid van een meshwijn hoor. Want ik ben daar zo vaak al door dood gegaan. Dat is gewoon... het is eigenlijk gewoon niet meer leuk. Laten we het daarop houden. Kom op, rennen, rennen, rennen. Want hij is nog gestunt. Ah, dat was geen headshot. Uh-oh. Zo, dankjewel teammate voor het redden van mijn leven. Thank you very much. Die extended max moet ik zeggen. Ik dacht dat we eigenlijk niks aan extended max zouden hebben. Puur gewoon, ja, 42 kogels, weet je. Wat moet je er echt mee? Maar ik vind het eigenlijk best wel fijn op dit wapen, die extended max. Je kan net even wat langer doorschieten. En puur gewoon omdat er ook geen fast max op kan. Want die attachment is er gewoon simpelweg niet. Maakt die fast, of die extended max eigenlijk net iets chiller. Omdat je dan minder vaak natuurlijk hoeft te reloaden. En hipfiren, dat kan niet echt heel erg goed. Oké, ik pak mijn riot shield. Teammate, dankjewel. Want ik weet dat ze hierin spannen. Althans. Oh. Oh. Ja, er ligt Razer waar, jongens. Zal ik het even kapot schieten? Maar gebruik mijn riot shield ook. Ik wou zeggen, dan gebruik mijn riot shield ook nog goed. Ik schiet die Razer waar even weg voor mijn teammate. Maar... dat vond de enemy niet zo fijn. Ik uit, vriend. Achter ons. Oh, weer een headshot erbij. Let's go. En dan spannen ze hierin, denk ik. Ja. Oh, dat zijn er iets meer dan ik dacht. Ik wist dat ze daar inspannen, maar ik wist niet dat er zoveel waren. Holy knetter. Ja, dat waren er iets meer dan ik dacht, ja. Ik heb ze nu wel mooi teruggepakt met die helsten, dus daar ben ik wel weer blij mee. Oh, spannen ze nu hierin? Ja, oké, dat is één. Ik schoot expres niet op het hoofdje, puur gewoon omdat ze met meerdere zijn. Ah, dat is jammer. Dat is jammer, dat is jammer. Ik heb er de eerste burst niet alle kogels ervan. Dat is jammer, is niet erg. Kom je naar binnen? Tuurlijk kom je naar binnen, jongen. Uh-oh.
Headshot, dank u. Weer één erbij. Het gaat hard met die headshots. Daar ben ik echt blij mee. Dit wapen is echt fijn om headshots te schieten, joh. Het is wel voor goed aimen natuurlijk. Goed opletten, maar... Pak maar, teammate. Moet je hem wel afknallen, teammate. Ik liet hem voor jou lopen, maar dan moet je niet doodgaan. Maar headshots maken met dit wapen, dat... Tip-top in orde gewoon. Tip-top. Moeten we er nog iets meer op richten, want we kunnen er nog meer pakken dan dat we nu doen. Maar ik vind het eigenlijk wel goed gaan, dus... Ik moet er ook weer natuurlijk weer nu te veel op gaan richten. Dus als je er te veel op gaat focussen, dan ga je natuurlijk weer dood. Omdat je echt alleen maar probeert headshots te maken. Dus je moet het ook weer niet overdrijven. En ik vind het eigenlijk op deze manier wel, wel goed gaan zo. Spannen ze hierin, jongens? Dat is een nee. Dan weet ik even niet meer waar ze zijn. We zijn namelijk counter UAV. Dankjewel voor de headshot. En zij hebben nu ook een UAV in hun eigen pocket. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Ja, ik weet dat ze me daar zijn op te wachten. Wacht. Teammate, wacht. Gooi precies die Nijmegen verkeerd. Ik wist dat ze me daar stonden op te wachten. Ik zei het al. En dan gooi ik precies die helst... Of die... enemies aan een helstom. Gooi ik precies die Nijmegen. Gooi ik gewoon precies verkeerd op die manier. Dat is ook echt balen, jongen. Als dat gebeurt. Maar ja, is niet erg. Zijn we ook een tech deploy beacon? Geen idee waar die staat. Oh, achter me, achter me, achter me. Jongens, achter ons. Loopt hij nou echt weg? Nee, hij komt terug. Oh, die was scheef. Weet je wat ik doe? Activeer mijn riot shield. Want ik wil natuurlijk ook niet zomaar dit potje verliezen. Oh, mispoes! Oh, ik heb geen helm meer. Nee, ik spokte. Ja, ik stopte met mijn rijtje te gebruiken. Ik dacht, hij moet reloaden. Maar er had nog meer komen. Ze ging eigenlijk best wel goed ook met dat ding. Ik moet hem in de kerk krijgen. Ik kan hem weer bij de opening gooien. En ik heb er geen één. Jammer. Ik heb wel een UAV voor mijn team. En een counter UAV. Dus dat moet zelf helpen om nog die victory te kunnen pakken. Want we zijn headshot erbij. We zijn op zich wel goed aan het spelen, maar... Ja, ze schieten ook alles uit de lucht. Ze komt er nu achter. Maar ik wil natuurlijk wel graag... Ah, hij was wel uitgewerkt. Tot er ook nog een achter me. Maar ik wil wel graag die potje winnen. Dus kom op, teammates. 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 We moeten winnen, jongens. Oh, dat was mijn fout dat ik daar dood ging. Wel weer de camo erbij. Dus dan hebben we echt weer reet veel headshots gemaakt, dit potje. Dat weet ik wel. Er zat er iemand boven. Uh-oh. En we staan achter ook gewoon. Teammates. Ja, die kon ik niks aan doen. Dat was mijn fout. Ik stopte met schieten omdat ik dacht dat hij al dood was. En nu hebben we verloren. 43 kills en dan verliezen we het potje, jongens. Is niet erg, joh. Maakt me eigenlijk ook geen drol uit. Want we hebben heel veel headshots opgepakt. Nog meer dan in het eerste potje, volgens mij. Het eerste potje hadden we de 10. Oh, die kill ik hem ook. Echt, die L-sats, jongen. Oh. Oh. Stomme, stomme dingen zijn het ook. En dan gaat hij met zijn eieren later, hoor. Maar we hadden 10 headshots in het eerste potje. Ik ben best wel benieuwd hoeveel we in dit potje hadden. Want we focussen er best wel hard op. En je ziet ook dat je ze echt wel heel erg snel kan krijgen. Dus we gaan erachter komen. In totaal hebben we nu... Oh, we hebben er al veel hoor. 30 headshots. Oftewel, in het eerste potje hebben we er 10 gemaakt. In het tweede potje hebben we er 11 gemaakt. En we zitten gewoon nu op 30 headshots. Dat is echt insane veel, ouwe. Oh, als we dit tempo kunnen blijven vasthouden, gaat het echt, echt heel erg snel. Want we moeten natuurlijk naar die 100 headshots toe. Met attachments. Die ga ik niet veranderen. Ik laat het simpelweg zo staan voor ook de volgende aflevering. Want ik vind dit wel heel erg fijn om te gebruiken. Misschien kunnen we nog wel later swappen naar bijvoorbeeld een Recon Sight. Als dat wat fijner is. Maar ondanks dat het een tactical rifle is, zoals ik al eerder zei, rennen we er wel hard op af. En het is echt een heel erg fijn wapen om op die manier te gebruiken. Daarmee gaan campen, dat kan ook heel erg goed. Maar daar maak je natuurlijk niet zoveel kills. En ermee op afrennen kan ook heel erg goed. Maak je heel veel kills, heel veel headshots. En halen we natuurlijk zo snel mogelijk die gouden camo. Dus ik vind het echt heel erg fijn. Mochten jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n skyrop line op. Zal ik super, super doof vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.